De twee inzittenden kwamen er zonder kleerscheuren af, maar de schrik die zat er goed in. Bij Malden crashte vanochtend een zweefvliegtuigje. Dag dames en heren, dit is het Gelders nieuws van donderdag 25 mei. Het is vandaag Hemelvaartsdag en dat betekent voor veel mensen vroeg uit de veren. Want dauwtrappen is voor velen een traditie. Als kind was het magisch om voor dag en dauw op te staan en in het donker op de fiets te stappen. Want dat deed geen normaal mens, dus dat was heel erg leuk. En je moet er maar zin in hebben, 3 dagen lang op een oldtimer-trekker door het rivierengebied rijden. Wonder boven wonder zijn er geen gewonden gevallen. Vanochtend stortte bij vliegveld Malden een zweefvliegtuig neer. En dat gebeurde vlakbij een woonwijk, tot grote schrik van de wijkbewoners. Het zweefvliegtuig is zwaar beschadigd door de crash. Toch komen de instructeurpiloot en de leerlingpiloot er zonder verwondingen vanaf. Ik zag eigenlijk dat het heel dicht bij de woonwijk gebeurd was. En toen kreeg ik het eventjes het flinke kippenvel. Het is de allereerste vlucht deze ochtend vanaf zweefvliegveld Malden. De bedoeling is een glijvlucht van een paar minuten om dan terug te dalen naar het vliegveld. Maar de piloot ziet dat hij het vliegveld niet meer gaat halen. Vanochtend tijdens de eerste vlucht van de dag is het vliegtuig heeft besloten om een voorzorgslanding te maken op de boomtoppen, omdat hij niet in staat was om het vliegveld te bereiken. De weersomstandigheden boven het vliegveld waren prima, zegt de woordvoerder van de zweefvliegclub. Waarom het zweefvliegtuig dan toch is gecrasht is onduidelijk. Volgens omstanders was het mistig. Voor een glijvlucht is trouwens geen thermiek, warme opstijgende lucht noodzakelijk. Thermiek hebben we niet nodig om een vlucht te kunnen beginnen. We gebruiken een lierstart om een kabel om hoogte te winnen. En het doel van vanochtend was met Hemelvaartdag om gewoon een mooie glijvlucht te maken. De andere vluchten vanaf het zweefvliegveld gaan na de crash van vanochtend gewoon door. Onderzoek door de luchtvaartautoriteiten moet uitwijzen wat de oorzaak van het ongeval is. Het is in Oost-Nederland een traditie, dauwtrappen tijdens hemelvaart. Voor dag en dauw uit bed en genieten van de natuur. En daarom verzamelden vele dauwtrappers zich vanmorgen vroeg op de Hoge Veluwe. Goed dat jullie allemaal zo vroeg zijn opgestaan. Het is inderdaad maar goed dat we vroeg opstonden. Want de Hoge Veluwe is zo tegen 6 uur in de ochtend prachtig. Ja. Ik ben op zoek naar leeuwen. Ja, kun je hem lachen. Maar het is wel degelijk zo. Een mierenleeuw wel te verstaan. We vinden ze hier niet, maar het weerhoudt de gids Joyce Nuis er niet van om ons genoeg te vertellen over het park. Men zorgt ervoor dat het landschap ongeveer blijft zoals het 100 jaar geleden was. Er zijn maar een paar damherten in het park. Zou kunnen dat ze er zijn, zou kunnen dat ze er niet zijn. We lopen verder en voor sommigen komen herinneringen van vroeger boven. Ja, vroeger toen ik klein was ging ik met mijn vader, gingen we altijd fietsen, ja, dat dacht ik al. Dauwtrappen. En als kind was het magisch om voor dag en dauw op te staan en in het donker op de fiets te stappen, want dat deed geen normaal mens, dus dat was heel erg leuk. Nu met eigen kinderen en wandelen. Anderen komen helemaal uit Nieuw-Zeeland. En toevallig was het vandaag de dauwtrappen. En we dachten, hey, we springen uit bed om 5 uur om hier naartoe te komen. En we leren zoveel, we vinden het moorddadig. En opeens hebben we een andere gids. Moet je al die rondjes tellen en als je al die rondjes hebt geteld, dan weet je hoe oud een boom is. Mag ik een applaus? Ja. Voor deze jongeman. Goed, man. Na 3 uur lopen zijn we terug en dan blijkt dat ook de kinderen het erg leuk vonden. Ik hou van de natuur en je leert ook nieuwe dingen. En ook in Hattem werd er vroeg opgestaan. Daar ging speciaal voor de dauwtrappers het pontje tussen Hattem en Zwolle een paar uur vroeger dan normaal. Wandelaars en fietsers kunnen na de overtocht genieten van een kop koffie en een ontbijt voordat zij verder gaan met hun tocht. Welkom aan boord. Dank u wel. U gaat zo meteen genieten ook van een heerlijk ontbijt? Ja. Het is net 7 uur als de eerste dauwtrappers de pont het Kleine Veer naar Hattem gebruiken. Hemelvaart is een van de drukste dagen van het jaar voor schipper Evert Koster. Wij verwachten hier op het veer vandaag we hopen op een 1100 man ongeveer wat langs gaat komen. Dus dat wordt de mouwen opstropen en aan het werk.
Als je de 2000 wil. Ja, natuurlijk kan het. Alsjeblieft. Winkelwagen. Ja, ja. Alsjeblieft. Het is traditie op Hemelvaart. Lekker vroeg uit de veer fietsen of wandelen. En dan is het wel ideaal dat je met zo'n pontje naar de overkant kan, over de IJssel, toch? Nou, dat is prachtig. We maken er wel vaker gebruik van. Je kunt zo even naar Hattem of zo, even winkelen of even koffie drinken. Heel erg leuk. Aan de Gelderse kant van de IJssel genieten de douwtrappers van hun ontbijt, terwijl de schipper meteen weer vertrekt voor een volgende overtocht. Stiekem is hij blij dat het niet elke dag zo druk is. Het mooie is op rustige momenten de mensen aan boord laten genieten. Dat ze gewoon lekker zitten te kijken en eigenlijk helemaal van de wereld zijn. Heel af en toe moet je iemand gewoon even aanstoten van we zijn aan de Hattemse kant. Wou u eraf of gaat u nog een keer mee? Wat je hier vaak hoort bij het afrekenen is van een euro. Ik kan niet verzwemmen. En in Dreumel hebben ze iets heel anders bedacht voor Hemelvaart. Iets dat meer deed denken aan een survival. 3 dagen lang op een all-time trekker, zonder enig comfort of goede vering, urenlang door het rivierengebied rijden. Hoeveel zal het er nu nog zijn? Misschien maar 100. Dus ja, dat is het bijzondere. Ja, dat je iets hebt wat een ander niet hebt. En Jacqueline van Schaik heeft er veel. 15 maar liefst, waaronder deze International uit 1963. Voor haar gaat er niets boven gemoedelijk trekkerrijden. Heerlijk, de wind door je haren met zo'n mooie dag. Het gaat lekker langzaam, je kan rondkijken, je zwaait, je krijgt een opmerking onderweg. Je geeft een leuke opmerking terug. Ja. 93 deelnemers doen mee aan de 3-daagse trekkertocht van de Dreumelse Oldtimer Tractor Club. Nostalgie en passie is de gemene deler. Nou, ik vind een beetje het geluid het mooi van een lans. Gewoon het vroegere, hè? Van vroeger een beetje in de landbouw en dan met dit mooi weer, de omgeving. Die is van 57. Als oud zat. Ja, dan begint al iets te worden. 57, ja. En 3 dagen lang op een niet al te comfortabele oude trekker? Ach, als het echte liefde is, dan maakt dat niet uit. Je moet er iets voor over hebben, hè? Ieder zijn hobby, hè? Nou, valt best mee hoor, Robbel de Bobbel. We hebben een mooie tocht bij je, die je volgt. En straks gaan we nog naborrelen. Dus eigenlijk is het echt een dag uit. Ja, en dat dan 3 dagen. Ja, dat zijn onze vakanties. Kindercorrespondent Taco Rietveld en zijn V-team gingen vanochtend vroeg ook douwtrappen. Zij trainen tegelijkertijd voor de Nijmeegse Vierdaagse. Waar is het V-team? Hier is het V-team! Met een noodgang van de trap af bij het Valkhof in Nijmegen. Dat kan, want daar ligt een waterglijbaan van 200 meter. Het was aan het begin van de middag boven verwachting druk. Het eerste gedeelte gaat rustig, maar als je bij de trappen komt, dan gaat het meteen al heel snel met een vaart van 30 km per uur. De glijbaan blijft tot en met zondag liggen. En in Bennekom is alweer voor de 112e keer het concours hippiek gehouden. Op landgoed Hoekelum kwam de nationale top van de verschillende disciplines tegen elkaar uit. Het concours hippiek Bennekom is het oudste concours van Nederland. Het bestaat sinds 1898. Het hippische evenement is een begrip onder paardenliefhebbers en heeft veel aandacht voor tradities in de paardensport. Heerlijk strandweer vandaag, maar wat als het strand te ver rijden is? Nou, dan haal je het strand toch lekker zelf in huis. Dat moeten de bewoners van deze straat in Arnhem gedacht hebben. De straat lag eruit, dus het was een kleine moeite om hem om te toveren tot een privéstrandje. En zo maken ze in Arnhem van de nood dus een deugd. Met de gratis app van Omroep Gelderland bent u altijd snel op de hoogte van wat er bij u in de buurt gebeurt. Download hem nu. Binnen nu en 3 jaar komt de eerste Achterhoekse whisky op de markt. Dankzij de stichting Pak An. Een initiatief van een nationale bierbrouwer en de Feestfabriek. De organisator van de Zwarte Cross. De stichting wil plannen die de Achterhoek mooier maken ondersteunen. Waaronder dus het plan voor een echte Achterhoekse whisky. Welkom bij Distilleerderij De Bronkast. Hier gebeurt het allemaal. Een echte leren schort, een distilleermachine en vaten. De distilleerderij krijgt steeds meer vorm.
Een jaar geleden begint Erik met het realiseren van zijn droom. Dit was allemaal koeienstal, hier stonden de koeien. Ja, dit is helemaal verbouwd tot distillerij. Het stoken van whisky is een heel proces. De eerste whisky zit inmiddels in het vat. Maar voordat de eerste Achterhoekse whisky ook echt te koop is, dan is het 2020. En na 3 jaar en 1 dag mag je zeggen van, dit is whisky. Dat is de beste tijd. Ja, dat duurt heel lang. Ja, dus er wordt eerst nog heel veel drinken voordat we zover zijn. Heel veel proeven, maar dat zie ik wel zitten. Dat komt wel goed. Erik heeft een duwtje in de rug gehad van de stichting Pak An. Pak An is een stichting die zich inzet voor de toekomst van de Achterhoek, voor de leefbaarheid van de Achterhoek. Iedereen in de Achterhoek, maar ook buiten, dus heel Nederland kan meedoen. Kom met een goed idee wat de Achterhoek vooruit helpt. Het is hier al hartstikke mooi en aantrekkelijk, maar het kan nog mooier en beter. De stichting zet in op coaching, publiciteit of een financiële bijdrage. Ik kreeg coaches toegewezen. Ik heb een eenmalig 10.000 euro gehad om die opstart wat makkelijker te maken. Dus eigenlijk alles wat je hier ziet is een stukje Pak An heen. Dus dat is hartstikke gaaf. Aanpakken en niet zeuren. Het eerste jaar kon niet succesvoller. Waar het eindigt? Ja, we hebben wel een goede match met elkaar om dit echt groot te maken. En dat is ook wel een ambitie. Op deze manier hoopt de stichting de Achterhoek nog mooier te maken en dromen uit te laten komen zoals die van Erik. Ja, ik ben ook onwijs trots. Ik kan eigenlijk wel de Polonaise in mijn eentje doen. Met of zonder whisky gedronken te hebben dan? Ja, ook zonder. Ja, zeker. Ja. Ja, u zag het al eerder in deze uitzending. Hemelvaart is voor veel mensen synoniem met dauwtrappen. Het zogenoemde V-team van kindercorrespondent Taco Rietveld die maakte handig gebruik van die traditie door meteen te oefenen voor de Nijmeegse Vierdaagse. Hier is het V-team! Waar is het V-team? Hier is het V-team! Daar komen ze aan. Het V-team werkt vandaag aan de conditie tijdens de kastelentocht rond Wiegen. Haal je dat, de Vierdaagse, denk je? Zeker weten. Het V-team is een speciaal team van 101 kinderen dat straks meedoet aan de 101ste Nijmeegse Wandelvierdaagse. V staat voor vriendschap, vrede, vrolijkheid, vrijheid en vloggen. We zijn nu op de rustplaats. We gaan hier met elkaar kletsen. Wij vinden het heel belangrijk dat er meer aandacht komt voor de jeugd. Vandaar dat we dat V-team bij elkaar hebben verzameld. Praatje maken en dan gaan we weer door. En die kinderen gaan zelf laten zien wat ze onderweg nou allemaal meemaken. Hier ben ik weer aan het vloggen. Daar is Radio Gelderland. Dit keer rennen ze niet weg zoals de vorige keer. Door met hun mobieltjes zelf te filmen wat ze onderweg allemaal meemaken. Ja. Ik zie iets leuks en dan bedenk je er gewoon dingen bij. En af en toe laat je gewoon aan de kijkers ook zien wat je dan ziet. Ja. Ik ben vandaag 20 kilometer aan het lopen en zoals jullie zien loop ik samen met Taco. Gezelligheid. Het V-team. Straks tijdens de Vierdaagse dus dagelijks te volgen op het internet. Ja, ze kunnen hier zo aan de slag. En voor het weer gaan we naar Wageningen, naar Monique Wilms. Het was vandaag stralend zonnig weer. Aangenaam ook wat de temperaturen betreft. De komende dagen wordt het een stuk warmer, maar houden we eerst nog die strak blauwe lucht vast. Dus wat dat betreft is het op en top zomers weer. Het heeft te maken met de stroming. Deze week hadden we nog een stroming vanaf zee met de aanvoer van iets wat koelere lucht. De komende dagen gaat de stroming draaien. Krijgen we dadelijk een noordoost tot oostenwind met de aanvoer van hele warme en hele droge lucht. Waardoor de zon ook zo goed aan bod kan komen. Nou, vandaag overdag, ja. Nou, ze zien het allemaal heel mooi op dit satellietbeeld. Heel Nederland eigenlijk met staalblauwe luchten. In het noordoosten her en der wat kleine stapelwolkjes of wat wolkenflarden vanaf zee. Maar het was overal stralend zonnig vandaag. Nou, vanavond en vannacht is het dan ook helder. Het wordt niet zo koud. Een graad of 10 als minimumtemperatuur. En dat bij weinig wind. De wind gaat al draaien en waait morgen uit de noordoostelijke richting. En dan kunnen de temperaturen veel hoger uit gaan komen. Nou, morgen opnieuw een zonovergoten dag en warm. Het wordt heel warm met temperaturen rondom die 28 graden en wel nog een matige noordoostenwind. Dus er staat wel nog een licht briesje. Dan kijken we naar de dagen erna. Zaterdag nog zo'n dag, maar ja, nog ook iets warmer. Tropisch warm zelfs, 31 graden. Op zondag ook nog veel zon, maar dan zou er al lokaal een enkele pittige bui kunnen vallen. En de echte warmte wordt pas verdreven op een maandag. Dinsdag dan wordt het rondom de 22 graden. Op maandag vallen er dan ook diverse buien en wellicht op dinsdag ook nog wel.
En dit was het Gelders Nieuws. Meer nieuws op onze app en site gld.nl. En daar en op Radio Gelderland kunt u vanavond de wedstrijd NEC tegen NAC Breda live volgen. En hier op tv kunt u straks lekker uit met Esther. Ik wens u nog een hele fijne avond.